Met nog een ronde te gaan, Marcus Wiss, uw grote favoriet. Met op de tweede plaats ook een kanshebber, nog steeds Kira Blu. Op de derde plaats Luigi Damor, dan op de vierde plaats Jiri Kinley. Daar ook bij op de zesde plaats, vijfde plaats Esperanza Diepo. Daar ook bij weer gezet Willem Brouwer met zijn Joyce 5. Grote achterstand is er daar voor Kolk P. Voor de laatste maand naar de overzijde. Alles achter elkaar. Lijkt Hiltje Charlesmaan alles weer onder controle te hebben. Zou dit de derde overwinning worden voor Stal Krebas achter elkaar. Maar daar gaat Johan Kloppenburg proberen wat tegen te doen. Die gaat naar het tweede spoor toe. Binnendoor daar de nummer 1 Luigi Mago. Ook nog steeds goed daarbij de nummer 4 Giri Kinley. Daar ook nog bij op de vijfde plaats ongeveer de Jet Bianco. Zo naderen we de laatste bocht. Marco Swiss, buitenzijde nog steeds Kira Blu die blijft aandringen. Binnenzijde stiekem meedraaiend, die nummer 1 Luigi Mago. Daar op de vierde plaats ook Yannick Molkman op met Giri Kinley. Tussen deze vier paren lijkt het te gaan, want daarachter is er wat moeilijkheden voor Leo GS die op de vijfde, zesde plaats ligt. Oh, is er vijf paar op de laatste meters hier op de baan van Emmeloord. Nog steeds Marco Swiss, Hiltje Chalma. Aan de buitenzijde Kira Blu probeert het wel. Aan de binnenzijde komt Ferry Hollander nog stiekem dichterbij. Die kan wel eens naar de tweede plaats gaan. Maar het lijkt erom dat Stal Krebas hun derde overwinning gaan herhalen. Het is Stal Krebas, Hiltje Chalmers, Marco Swiss, goed gelopende Luigi Imago. Een derde plaats is daar voor Kira Blu. Dat lijken de eerste drie aankomen te zijn. Op de vierde plaats voorlopig de nummer 4 Giri Kinley. Ja, we gaan hier zometeen de officiële huldiging laten plaatsvinden. Daarbij komt nog een extra tintje. Tint eigenlijk wel, mogen we zeggen. Voorzitter Hans Hagendijk gaat afscheid nemen als voorzitter van de Emmeloordse drafbaan. Wacht even of de uitslag officieel is, dus daar wachten we nog even op. Het is nog niet officieel, dus we moeten nog even geduld hebben. Ja, het wordt routine natuurlijk voor Stal Krebas, de huldigingen, maar we moeten nog even wachten. Er is een onderzoek nog van het draverijcomité, dus daar moeten we op wachten. Even wachten nog, want het is nog niet officieel. Hiltje, ja, je bent weer terug, hè? En dat is gelijk te merken. Ik ben weer terug, ja. Je bent ook meedogenloos ook. Ja, valt mee toch? Fantastisch, hè? Wat een paard. Ja. En je bent net weer terug uit Zweden? Ja, nu bijna, ik denk anderhalf week, bijna twee weken. En de koffers staan alweer gepakt? Ja, volgende week ga ik weer. Is het zo leuk daar? Ook. Ook leuk, ook leuk. Ja, en hier in Nederland natuurlijk ook. En vooral mag voor Bas rijden. En ja, dat gaat super. En dan bellen ze je gewoon op van ben je er weer in Nederland en dan kom je weer. Nou, ik heb Bas gebeld. Ik zei, ik ben er weer. Hij zei, oké, schrijf ik weer wat in. Nou, succesvolle koppel kan je haast niet bedenken. Wacht nog steeds of het officieel is. De winnaars zijn officieel. En ja, Hiltje heb alleen maar voorop geleden. Dus kon weinig aan de hand zijn. Even een foto met daarbij al de oud-bestuursleden erbij. Ja, Bas staat er ook weer bij natuurlijk ook. De eigenaar staat erbij. Stal PD en de foto's worden gemaakt. Dames en heren, geef ze wel een daverend applaus. Dat verdienen ze, de winnaars van deze vierde koers hier. Marco Swiss, Hiltje Charlesma. Thank you.